Hallo iedereen, ik ben Tom en vandaag ga ik jullie uitleggen hoe je een Rubik's Cube moet oplossen met de beginnersmethode. Ik ga het filmpje opdelen in verschillende secties. Ik raad aan om de eerste keer het volledige filmpje te bekijken, zodat je alles goed begrijpt. Maar als je later terugkomt, kan je snel doorklikken naar de verschillende stappen. Het eerste waar ik over ga praten is het mechanisme. Als je een Rubik's Cube wil oplossen, is het belangrijk dat je weet hoe de kubus werkt. Een Rubik's Cube is opgedeeld in kleinere kubussen, ook wel cubies genoemd. Een van de belangrijkste dingen die je moet weten is dat de middelste kubies, deze hier, nooit bewegen, hoe je de kubus ook draait. Je ziet nog steeds geel van boven, blauw vooraan, oranje links en wit onderaan. Hoe ik blijf draaien. Nog steeds geel enzovoort. De middelste gele cubie zal altijd staan tegenover wit. Rood zal altijd staan tegenover oranje. En groen zal altijd staan tegenover blauw. Om aan te tonen dat de middelste cubies nooit zullen bewegen, heb ik een kubus uit elkaar gehaald om het mechanisme van binnen te tonen. Je ziet dat zowel de gele als de witte, de blauwe, de groene, de rode en de oranje centers allemaal vaststaan. Ze kunnen niet bewegen naar in andere richtingen enzovoort, enkel als je de zijde gaat bewegen. De middelste kubus zullen natuurlijk wel draaien als je de hele kubus draait. Dit is heel logisch. Maar ook als je de middelste zijde draait, zullen de kubies meebewegen. Dit komt eigenlijk overeen met de linker- en rechterzijde tegelijk draaien. Het tweede aspect dat je moet beseffen is dat de kubies niet ineens gaan veranderen door ze te verplaatsen. Je ziet hier linksboven oranje, blauw en geel. Als ik die op een andere plaats ga zetten, hier vanachter, dan zal die nog steeds oranje, blauw en geel zijn. Dit wil dus zeggen dat niet deze hoek die hier staat ineens een andere kleur gaat krijgen. Dit kan logisch lijken, maar het is belangrijk om te beseffen terwijl je de Rubik's Cube aan het oplossen bent. Om een Rubik's Cube op te lossen, zal je voor enkele stappen algoritmes moeten gebruiken. Dit zijn gewoon bewegingen die je moet maken met de kubus. Algoritmes worden weergegeven door letters. De U van up voor de bovenste laag. De D van down voor de onderste laag. De L van left voor de linkerkant. De R van right voor de rechterkant. De F van front voor de voorkant. En de B van back voor de achterkant. Een gewone letter wil zeggen dat je de kant met de klok moet meedraaien. Het aanhalingsteken of de I worden door elkaar gebruikt en geven weer dat de zijde tegen de klok moet gedraaid worden. Ik gebruik de Engelse notaties omdat je deze overal tegenkomt. Als je later andere algoritmes zou willen leren, zullen deze altijd met U, D, L, R, F of B worden weergegeven. Ik ga nu elke letter overlopen. De U is dus voor de bovenste laag van up. Een gewone U wil zeggen met de klok meedraaien. Een UI of een U met een aanhalingsteken wil zeggen tegen de klok. De volgende letter is een D van down voor de onderste laag. Om een gewone D move te doen, zullen we de onderkant zo bewegen. Dit is met de klok mee. Je moet je voorstellen dat je de kubus zo gaat houden en dan de laag gaat draaien met de klok. Dit wil dus zeggen dat als je het van boven zou kijken, het niet overeenkomt met wat je met de bovenste laag zou doen. Dus je moet eigenlijk de kubus zo houden en dan de onderste laag met de klok meebewegen. DI wil dan zeggen dat je die met tegen de klok in gaat draaien. Van boven ziet het er dan zo uit. Met de klok mee. Met de klok mee. Tegen de klok. Dan de L van left voor de linkerkant, heel simpel.
Je gaat met de klok meedraaien voor L tegen de klok LI. Voor de rechterkant hetzelfde, met de klok mee tegen de klok in. Dan de F van front voor de voorkant, ook heel simpel. Met de klok mee tegen de klok in voor FI. De laatste letter is B voor back, voor de achterkant. Een gewone B is zo, met de klok mee. Een BI is tegen de klok in, zo. Dit is net hetzelfde als bij down. Je gaat eigenlijk de kubus draaien en zo met de klok mee draaien voor een B. Als je dit bekijkt van voor, lijkt het natuurlijk alsof je tegen de klok indraait, maar dat is dus niet het geval. De moeilijkste letters om te begrijpen zijn dus de onderkant en de achterkant, maar eens je dit door hebt, zijn de algoritmes niet zo moeilijk. Een Rubik's Cube oplossen doen we in verschillende stappen. In de eerste stap gaan we ervoor zorgen dat we onderaan een kruis hebben en deze overeenkomen. In de tweede stap zorgen we ervoor dat de onderste laag helemaal af is. In de derde stap lossen we de eerste twee volledige lagen op. In de vierde stap maken we een kruis bovenaan. In de vijfde stap gaan we ervoor zorgen dat de hoeken op hun juiste plaats staan. Je ziet hier geel, blauw, rood bij geel, blauw, rood. Hier hetzelfde voor de andere. Ze staan nog niet in de juiste richting, maar dat is voor de laatste stap. In de laatste stap zal natuurlijk de hele kubus opgelost zijn. Oké, we zullen er eens aan beginnen. Doe je kubus maar door elkaar. Bij de meeste van jullie zal dit wel al het geval zijn, anders snap ik niet goed waarom je naar deze tutorial aan het kijken bent. Dus, zoals ik al zei, gaan we in de eerste stap ervoor zorgen dat we een kruis maken aan de witte zijde. Je kan de witte zijde altijd vinden door gewoon, zoals je weet, naar de middenste QB te kijken. Dus dit is de witte kant. Dit zal altijd de witte kant zijn. Dit zal altijd de gele kant zijn. Dit de oranje, dit de groene, dit de rode, dit de blauwe. Rood zal altijd rechts zijn van blauw als wit onderaan is. Oranje links en groen daar tegenover en zo verder. Dus wat we willen bereiken is dit. Een kruis onderaan en deze kleuren komen overeen. Aangezien we nooit deze middelste kubus gaan kunnen veranderen, moeten we al zorgen dat in het begin die juist staan. We zien hier dat de witte en oranje zijden al opgelost zijn. Hier staat blauw met groen. Dit klopt dus niet. Hoe gaan we die blauwe nu naar de blauwe zijde krijgen? Als we de hele onderkant draaien naar de blauwe kant, dan zien we natuurlijk dat die oranje zijde meebeweegt. Dus dit gaan we niet doen. We weten dat we de twee onderste lagen eigenlijk niet kunnen bewegen, want dan gaan we de kubus die we al hebben opgelost, terug verkeerd zetten. Maar we kunnen wel gewoon de bovenste laag draaien zonder dat hier iets verandert. Wat we dus gaan doen, is deze blauwe QB naar de bovenkant brengen, zodat deze kan bewogen worden. We doen dit gewoon door de linkerkant te bewegen. Dan moeten we die naar de blauwe zijde brengen. Dus dat doen we dan door de bovenkant te bewegen, want we veranderen dan toch niets. En dan kunnen we de blauwe gewoon draaien naar de witte kant. Zo. We zien hier dat de zijde niet in de juiste richting georiënteerd is. Het staat wel op de juiste plaats, want we hebben groen en groen en wit, maar het moet eigenlijk omgedraaid worden. Hoe gaan we dit doen? We weten dat als we de zijde naar de bovenkant brengen, we die kunnen draaien hoe dat we willen. Dus je kan de voorkant bewegen, dan kan je deze naar boven brengen door de linkerkant te bewegen. En nu kunnen we die bovenaan draaien hoe dat we willen. Hier, hier, hier. We willen natuurlijk dat die zijde naar de groene kant gaat. Dus zullen we het zo draaien. En dan kunnen we deze zijde naar beneden brengen om deze op de juiste plaats te zetten. Het volgende probleem is dit. We zien dat als we het naar beneden draaien, de witte zijde niet juist georiënteerd gaat zijn. Dit is hetzelfde als we daar straks bij groen hadden. We kunnen deze dus ook naar boven draaien.
dan de bovenkant kunnen bewegen, hoe we willen. Hoe gaan we er nu voor zorgen dat deze zijde goed georiënteerd staat ten opzichte van dat wit? We zetten deze dus in de bovenste laag. We doen die naar links of naar rechts. Dat maakt niet uit. Dan kunnen we dat naar beneden doen. Zo zie je dat deze juist georiënteerd zijn. En dan kan je deze laag naar beneden draaien. Dit is dus opgelost. Maar wat we nu hebben gedaan, is deze oranje weggehaald van zijn plaats. Door dit zo te bewegen. Deze moeten we dus terugzetten. Je moet dus oppassen als je een linker of een rechterzijde gaat bewegen van een kant die reeds is opgelost, dat je deze ook terug gaat zetten nadat je deze beweging hebt gemaakt. De eerste keer het kruis oplossen is voor de meeste mensen niet zo simpel, maar ik raad gewoon aan om het te blijven proberen. Uiteindelijk zal het je wel lukken. Hier is, zoals je merkt, niet echt een methode voor, aangezien deze altijd op een verschillende manier zal moeten opgelost worden afhankelijk van hoe de Rubik's Cube door elkaar is gedaan. Wat we in de volgende stap willen doen, is de gehele witte laag oplossen. Dus de hoeken moeten nu nog opgelost worden. We gaan verder met de kubus die ik gebruikte om het kruis op te lossen. Wat we nu dus moeten doen, is de laatste vier hoeken zoeken. Ik zie dat er hier een is, hier is er een met wit, dus je zoekt echt de hoeken en één witte sticker. Hier, 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 waar de laatste is hier. We moeten er dus voor zorgen dat de hoek hier onderaan komt. Dus we beginnen hier. We gaan deze hoek zetten boven de plaats waar deze naartoe moet. We zien de kleuren hier wit, oranje, blauw. We zien hier ook wit, oranje, blauw. Dat wil zeggen dat die hoek dus hier hoort. Als we simpelweg de hoek zo gaan draaien, dan zien we dat we deze zijde fout zetten. Dit willen we dus niet doen. Herinner je, we willen dat de hoek hier terecht komt. Dat wil zeggen dat deze hoek echt op deze plaats moet komen. Dat kunnen we doen door dat naar boven te brengen en dan de hoek op deze plaats te zetten. We kunnen natuurlijk deze kant niet bewegen als deze hoek hier staat, dus die zetten we even opzij. We bewegen de rechterzijde. Dan kunnen we het op die plaats zetten door de bovenkant te draaien. We zien dat dit juist is. En dan kunnen we gewoon simpelweg de rechterzijde terug naar beneden brengen. Dit is de eerste hoek die opgelost is. Als de sticker vooraan staat, kan je het doen zoals ik had getoond, maar dat zal nu niet gaan. Dat wil zeggen dat je het van de andere kant moet doen. Je zorgt er dus voor dat de witte sticker naar je wijst. Dan draai je die sticker weg. Je brengt de zijde naar boven. Draait de hoek erin en brengt de zijde terug naar beneden. Hier zien we dat de witte terug naar mij wijst, naar de voorkant wijst. We kunnen het dus langs deze kant invoegen. We gaan deze hoek terug wegdraaien, de rechterzijde naar boven brengen, deze op de juiste plaats brengen en dan de rechterzijde terugzetten, zodat we een hele laag opgelost hebben. Zoals je misschien gemerkt hebt, staan de witte stickers op de hoeken die we hebben opgelost, steeds niet aan de bovenkant, maar aan de zijkant van de bovenste laag. Zo kunnen we ze makkelijk invoegen. Nu hier zien we dat de sticker op de bovenste laag staat. Als je op deze manier de hoek wil oplossen, zie je dat deze niet juist georiënteerd zal staan. Dat gaan we dus niet doen. We willen dus dat deze sticker, deze witte sticker, in de bovenste laag komt, zodat we de hoek kunnen oplossen zoals we eerder hebben gezien. Dit kunnen we doen door de hoek aan een zijde te zetten die we willen draaien. We zullen dus de rechterzijde draaien. Je ziet hier dat de cubie op de juiste plaats komt. Natuurlijk, als we terugdraaien, gaat hij terugkomen. Dus we moeten ervoor zorgen dat deze hier uit deze zijde
weggaat. Dat doen we gewoon simpelweg door de bovenkant te draaien en dan de rechterzijde terug te brengen. Zo blijft deze witte sticker in de bovenste laag en niet bovenaan. Dit deel was eigenlijk al het moeilijkste van een Rubik's Cube oplossen met de beginnersmethode. Het is zeer intuïtief en het zal misschien een tijdje duren voor je het doorhebt, maar na een tijd zal dit zeer makkelijk worden. Het volgende dat we gaan doen is de tweede laag oplossen. Hier zien we dus dat de gehele twee eerste lagen opgelost zijn. Om de tweede laag op te lossen gaan we in de bovenste laag op zoek naar zijden die hier terecht moeten komen. Een eerste zijde die ik zie is rood en blauw, die hier dus moet rood-blauw. Je gaat deze zijde draaien zodat de blauwe sticker overeenkomt met de sticker in het centrum. Als deze nu omgedraaid zou zijn, dan zou deze hierboven moeten staan. Maar nu gaan we hier deze lijn creëren. Voor een ander stukje staat het hier ook juist. Deze zijde moet naar hier. We gaan deze niet boven rood zetten, want dat maakt geen lijn. We gaan deze dus boven groen zetten, zodat deze lijn wordt gecreëerd. Dan ga je kijken of het stukje links hoort of rechts hoort. In dit geval hebben we rood en groen, dus het moet naar links. Moest dit groen en oranje zijn, zouden we het naar rechts moeten doen. Dit is het geval voor blauw en rood. Oranje en blauw is links, dus dat klopt niet. We moeten het naar rechts brengen bij blauw en rood. In deze stap komen de eerste twee algoritmes voor. Eerst gaan we een algoritme leren om het stukje naar links te brengen. Dit algoritme gaat als volgt. UI, LI, UL, UF, UI, FI. Dit lost deze kant op. Het algoritme zorgt ervoor dat de zijde op de juiste plaats komt, maar geen van de opgeloste stukjes van plaats veranderen. Ik ga nu het algoritme uitleggen zonder de stappen, zodat je iets beter kan begrijpen wat er gebeurt. In de bovenste laag draai je eerst de zijde weg van de kant waar het naartoe moet. Dan breng je de hoek naar boven. Je draait de bovenste zijde met de klok mee. Je draait de linkerzijde ook met de klok mee, zodat hier een blok wordt gevormd van de twee cubies. Dan draai je nog eens de bovenste zijde met de klok mee. Dan de voorste zijde. Dan draai je de bovenste zijde terug, zodat deze blok wordt gevormd en de hoek en de zijde op de juiste plaats terechtkomen. En dan moet je simpelweg de voorste zijde terug naar beneden draaien. En zo is dit opgelost. Om de zijde naar rechts te brengen gebruiken we het tweede algoritme. Dit gaat als volgt. U, R, U, I, R, I, U, I, F, I, U, F. Eigenlijk exact hetzelfde, maar in spiegelbeeld. We brengen de zijde naar de kant waar het niet naartoe moet. We brengen deze kant naar boven. De bovenste zijde terug. De rechterkant terug, zodat deze blok wordt gevormd. Dan nog eens de bovenste. De voorste. De bovenste terugdraaien. Dan wordt deze grote blok gevormd en kunnen we dit terugdraaien. Stel nu, je gaat op zoek in de bovenste laag naar het volgende stukje. Bijvoorbeeld oranje en blauw. Maar als je kijkt in de bovenste laag, zie je nergens een stukje met oranje en blauwe stickers. We zien wel dat dit hier voorkomt. Dit is dus in de tweede laag. Dit is geen probleem. Dit kan je oplossen door dit stukje hier uit te halen en in de bovenste laag te brengen. Hoe doe je dit? Als het aan de linkerzijde het stukje zit, kan je het in de bovenste laag brengen door deze stappen. L, I, U, je gaat het wegdraaien. Dan breng je L gewoon terug. En dan zie je dat je deze hoek er ook mee hebt uitgehaald.
dit is geen probleem. Je kan die hoek gewoon simpelweg terug oplossen zoals we in de eerste stap hebben gezien. De witte sticker wijst naar jou. Je brengt het, je wijst de sticker naar links. Rechterkant naar boven. Hoek erin zetten en terug. Nu zie je dat deze zijde in de bovenste laag terechtkomt en we dit kunnen oplossen door deze boven de oranje centrum te zetten, want we willen deze lijn creëren, dus niet boven de blauwe. Dan kijken we, moet het naar links of naar rechts? We zien dat het naar rechts moet en dan voeren we het algoritme uit zoals we net hebben geleerd. Stel, de zijde die je wilt gebruiken om hier in te voeren zit aan de rechterkant. Dan doe je eigenlijk het omgekeerde van daarstraks. R, U, R. Deze hoek is weg van zijn plaats. Je gaat deze dus invoegen zoals we hebben geleerd in de eerste stap. Wit wijst naar jou, je draait dat weg en zet de hoek op de juiste plaats. Nu zien we weer dat de blauwe zijde in de bovenste laag terecht is gekomen. En dan kunnen we het algoritme terug uitvoeren om het naar links te brengen in dit geval. F, U, I, F, I. En het zit op de juiste plaats. Nadat de twee lagen zijn opgelost, gaan we proberen bovenaan een kruis te maken. Zoals hier zie je, bovenaan hebben we een kruis. We gaan niet naar de hoeken kijken. Daar gaan we geen rekening mee houden in deze stap. In deze stap heb je vier mogelijkheden. Ofwel heb je een punt. Ofwel heb je een L die gevormd wordt door de zijde. Ofwel een lijn. Of je hebt geluk en je kan deze stap overslaan, want je hebt al een kruis bovenaan. In deze stap gaan we een nieuw algoritme leren, die we enkele keren moeten toepassen. Indien we het geval hebben met een punt, passen we het algoritme één keer toe. F, R, U, R, I, U, I, F, I. We zien dat we geen kruis hebben gekregen, maar wel de L die ik reeds heb getoond. Dan gaan we het algoritme gewoon opnieuw doen. F, R, U, R, I, U, F, I. Nu zien we dat we een lijn hebben. Dit is goed. Maar we gaan de lijn niet verticaal zetten, maar horizontaal. Dan gaan we het algoritme nog eens doen. F, R, U, R, I, U, I, F, I. En dan krijgen we het kruis. Nu beginnend van de L. We plaatsen dus de L zo. We doen het algoritme. F, R, U, R, I, U, I, F, I. We krijgen de lijn. We zetten die niet verticaal, maar horizontaal. En doen het algoritme nog een keer. F, R, U, R, I, U, F, I. En we hebben weer een kruis. Hier kunnen we beginnen van de lijn. We zetten deze horizontaal, niet verticaal. We doen het algoritme weer. F, R, U, R, I, U, F, I. En we hebben weer het kruis. Het maakt dus eigenlijk niet uit of je nu een punt hebt, of een lijn, of een L. Je zal steeds het kruis kunnen maken. Je moet het algoritme gewoon soms maar één keer, twee keer, drie keer, of zelfs gewoon niet toepassen. Nadat we het kruis hebben gemaakt, gaan we kijken naar de kleuren in de bovenste laag die deel zijn van de zijde. Dus hier blauw, rood, groen, oranje. We willen ervoor zorgen dat deze kleuren overeenkomen met de zijde waar ze staan. Hier is dus niet het geval, hier ook niet, hier ook niet, hier ook niet. Nu, als we de bovenste laag draaien, zien we dat rood wel op de juiste plaats staat, maar enkel oranje staat ook op de juiste plaats. Zowel blauw als groen staan niet aan de juiste zijde. Wat je eerst gaat doen, is proberen zoveel mogelijk zijden op de juiste plaats te zetten. In dit geval kan ik er maximum 2 juist zetten. Oftewel ga je ze alle 4 juist kunnen zetten, oftewel ga je er enkel 2 juist kunnen zetten. In dit geval staan deze naast elkaar. Rood en groen staan niet op de juiste plaats. Oftewel, in dit geval, tegenover elkaar. We zien oranje en geel hier en rood en geel hier tegenover elkaar. Nu gaan we het volgende algoritme toepassen. Je zoekt dus de zijden die juist staan. Indien ze naast elkaar staan, ga je één zijde achteraan plaatsen en de andere
rechts. Dus het is belangrijk dat je de kubus zo houdt. Als je deze zo houdt of zo, ga je het algoritme niet kunnen toepassen. Dus rechts en van achter een juiste zijde. Dan voer je het algoritme uit. R, U, R, I, U, R, U, U, dus twee keer U, U2, en dan R, I. Nu ga je weer naar de zijde kijken. Je ziet dat ze nog niet op de juiste plaats staan, maar als we gewoon de bovenste laag draaien, gaan we merken dat al de zijden juist staan. Nu, het andere geval waar de zijden tegenover elkaar staan, dan ga je eerst de kubus zo houden, zodat er één zijde, één juiste zijde naar jou wijst en één weg van jou. Dan doe je hetzelfde algoritme. R, U, R, I, U, R, U, U, R, I. Dan ga je merken dat ze nog niet juist staan, maar er gaat een verandering zijn. De zijden die juist staan, staan nu naast elkaar. Dan gaan we de kubus weer houden zoals we in de eerste keer hebben gezien. Eén zijde naar achter en één juiste zijde rechts. Dan doen we weer hetzelfde algoritme. R, U, R, I, U, R, U, 2, R, I. Dan, dus we zien weer dat de zijden niet juist staan, maar als we gewoon de bovenste laag één keer draaien, staan alle zijden aan hun juiste kant. Nog twee stappen en de Rubik's Cube is opgelost. Wat we eerst gaan doen is zorgen dat de hoeken aan hun juiste kant staan. Ze moeten nog niet juist georiënteerd worden. Dit wil zeggen, geel moet nog niet bovenaan zijn. We moeten gewoon zien dat de stickers die in deze hoek staan overeenkomen met de stickers die hier staan. We gaan zoeken naar een hoek die juist staat. In dit geval hebben we ongeluk, want we zien er geen enkele op een juiste plaats. Dit is geen probleem. We gaan gewoon het algoritme uitvoeren. Aangezien we nog geen juiste hoek hebben, kunnen we de kubus gewoon houden zoals we willen. Natuurlijk wel geel nog steeds bovenaan, maar de voorkant doet er niet toe. We voeren het algoritme uit. U, R, U, I, L, I, U, R, I, U, I, L. We zien dat er verandering is gekomen in de hoeken. We gaan nu op zoek naar stickers die aan de juiste kant staan. We zien nu dat deze stickers overeenkomen. We zien geel, oranje, blauw, geel, oranje, blauw. We zien nog steeds dat de hoek niet juist georiënteerd is. Geel hoeft niet bovenaan te staan, dat maakt echt niet uit. We kunnen kijken naar de andere hoeken nu, of deze juist staan. We zien dat dat niet het geval is. Dan gaan we het algoritme nog eens uitvoeren. Maar nu is het wel belangrijk hoe we de kubus houden. We moeten ervoor zorgen dat de hoek die juist staat, rechts onderaan staat. Dus we gaan de kubus niet zo houden, niet zo. We houden hem enkel zo, met de kubus rechts. Dus rechtsboven als je van vooraan kijkt, rechtsonder als je van bovenaan kijkt. Dan gaan we weer het algoritme uitvoeren. U, R, U, I, L, I, U, R, I, U, I, L. We gaan nu kijken of de hoeken allemaal op de juiste plaats staan. Deze blijft op dezelfde plaats staan. We zien dat we hier geluk hebben en alle hoeken op de juiste plaats staan. Als je het algoritme uitvoert met één juist, zullen altijd de hoeken op de juiste plaats komen na het algoritme enkele keren toe te passen. Maar je moet er dus rekening mee houden dat de juiste hoek altijd rechts onderaan staat als je van bovenaan kijkt of rechts bovenaan als je van vooraan kijkt. Wat we in de laatste stap gaan doen is ervoor zorgen dat al de hoeken die op de juiste plaats staan, juist georiënteerd worden, dus met geel naar boven. Dit wordt soms gezien als de moeilijkste stap, omdat door hier het algoritme toe te passen, het lijkt alsof je heel de kubus door elkaar gaat doen. Maar daar moet je dus geen schrik voor hebben. Er zijn verschillende mogelijkheden, oftewel zijn er reeds twee gele juist georiënteerd en op de juiste plaats. Deze hoek staat dus helemaal juist, in deze hoek ook, maar deze moeten nog gedraaid worden. Oftewel heb je er maar eentje, oftewel geen enkele gele
hoek die juist georiënteerd is. We moeten dus nu nog maar één algoritme toepassen om de hele kubus op te lossen. Wat we gaan doen is dus deze hoek draaien. We houden de kubus steeds op dezelfde manier. Dus we gaan nooit deze centers op een andere kant zien. We gaan enkel de bovenste laag draaien nadat we het algoritme hebben toegepast. Oké, ik ga het algoritme toepassen om deze hoek juist te oriënteren. Het algoritme gaat als volgt. RID RDI. Dit blijf je doen. RID RDI. Oké, we hebben het nu twee keer gedaan en we zien dat deze hoek juist georiënteerd is. We zien wel dat de rest van de kubus helemaal door elkaar is, maar dit is echt niet erg. We gaan nu beginnen aan de volgende hoek. Dat wil zeggen dat we enkel de bovenste laag gaan draaien. We gaan niet de kubus draaien. Blauw blijft vooraan. Dus we draaien de bovenste zijde, zodat we aan de volgende hoek kunnen beginnen. En we doen verder het algoritme. RIDRDI. RIDRDI. We zien nu terug dat de hoek na twee keer het algoritme uit te voeren op de juiste plaats is. Het kan zijn dat je al na één keer RIDRDI te doen, de hoek al juist is geplaatst. Je moet het dus niet twee keer doen. Het kan ook zijn dat je het drie keer moet doen vooraleer de hoek op de juiste plaats komt. Maar we zien dus hoek op de juiste plaats, de rest van de kubus is door elkaar, maar dat maakt niet uit. We beginnen gewoon aan de volgende hoek door de bovenste laag te draaien. Dan gaan we weer het algoritme uitvoeren. RID, RDI, RID, RDI. Zie, we hebben het nu twee keer gedaan en het is nog steeds niet opgelost, dus we gaan het nog eens doen. RID, RDI, RID, RDI. Dat was vier keer dat we het hebben gedaan. We zien nog altijd de kubus helemaal door elkaar, maar geen erg. We moeten nog één hoek doen. Dus we draaien deze terug naar rechts, zodat deze aan de rechterkant staat. En we gaan het algoritme weer doen. RID, RDI, RID, RDI, RID, RDI. En dan nog een laatste keer. RID, RDI. Wat we nu nog moeten doen, is de bovenste laag juist draaien en de hele Rubik's Cube is opgelost. Omdat dit voor veel mensen een vervelende stap is, omdat ze niet goed begrijpen dat ze enkel de bovenste laag moeten draaien en niet de hele kubus, ga ik het nog eens uitvoeren wanneer al twee hoeken opgelost zijn. We beginnen eender waar, oftewel hier, oftewel hier. Ik ga nu hier beginnen. We doen weer het algoritme RID. RDI, RID, RDI, RID, RDI, RID, RDI. Dat was dus vier keer. We zien, deze hoek is opgelost. De kubus is weer door elkaar, maar dat maakt niet uit. We houden blauw vooraan en draaien de volgende hoek naar rechts. We doen weer het algoritme. En we zien dat de kubus is opgelost. Dingen die mensen vaak vergeten als ze het algoritme doen, is dat ze steeds het volledige algoritme moeten uitvoeren. Ik ga dus beginnen met deze hoek. RID, RDI, RID, RDI, RID, RDI. Nog een laatste keer. RID, R. We zien dat de hoek juist is, maar we moeten het algoritme afwerken door nog DI te doen. Dit mag je niet vergeten. Je moet altijd het gehele algoritme doen. Dan begin je aan de volgende hoek. Maakt niet uit van waar je die draait, maar hij moet rechts staan. RID, RDI. Je blijft dit doen tot het opgelost is. Je maakt het algoritme af door steeds die D erbij te doen. En dan begin je aan de volgende hoek. RID, RDI, RID, RDI. En zo verder. Laatste keer. R. DI en je kan de kubus oplossen. Ik hoop dat je nu voor je computer zit met een opgeloste Rubik's Cube. Als je in een van de stappen een fout maakt en de hele kubus terug door elkaar is, maak je geen zorgen en begin gewoon rustig opnieuw. De
eerste keer dat ik een Rubik's Cube wou oplossen, duurde het ook heel lang voordat ik uiteindelijk alles juist had. Maar door gewoon te blijven proberen, zal je uiteindelijk de hele kubus zonder problemen kunnen oplossen. Ik hoop dat deze tutorial geholpen heeft. En als je vragen hebt, kan je ze gerust stellen in de comments. Ik zal mijn best doen om je zo goed mogelijk verder te helpen. Als je meer wil zien, like dan het filmpje. En comments met dingen die ik beter kan doen, zijn ook altijd welkom. Bye!